Rogier, hier. Ik ben altijd een beetje jaloers op die vrouwen die van die hele mooie jukbeenderen hebben. Ja? Wat kan, ja, ik heb ze niet, maar wat kan je er allemaal mee doen? Okay, nou. Of wat kan er mis mee zijn? Ik zal het mis mee zijn. Nou, ik vind op zich dat jij gewoon best wel goede jukbeenderen hebt. Oh. Maar jukbeenderen, wat is er mis mee? Er is niks mis met jukbeenderen, maar jukbeenderen worden sowieso in de make-up worden altijd geaccentueerd. Ja, en ja. Zo moet je dus ook de filler de behandeling van de jukbeenderen zien. Het is eigenlijk een, zoals we dat noemen, een beautification methode. Dus ja. Eigenlijk we proberen iets wat goed is, proberen we nog mooier te maken. En echt de vorm en de shape van het gezicht te beïnvloeden. De andere okay. behandelingen zijn eigenlijk vooral gericht op het ouder worden. Dit is eigenlijk gericht om... Op beauty. Echt die jukbeenderen iets prominenter aanwezig te Precies. laten zijn. Precies, ja. Want dat zie je heel vaak bij die modellen en zo allemaal. Ja, zeker. Kan ook de make-up zijn dus. Dat kan de make-up zijn. En het feit is hier zit dus ook de kunst om dat te doen. Je ziet allemaal op Instagram, zie je natuurlijk al die jukbeenderen. En ja. dat wordt dan helemaal opgevuld en dan zie je voor en na. Ja. Maar het punt is, het is niet altijd hetgene dat het heel direct goed zichtbaar is. Maar het moet ook subtiel zijn. En daar zitten soms ook wel eens eventjes wat je moet zoeken met de ja. patiënt. Van, goh, wat vinden we mooi? Ja. Want het punt is, wat erin is, kan er ook niet meer uit. Nee, dat is waar. Maar wat zijn de mogelijkheden? Ik hoor een filler. Ja, filler. Filler kan je gebruiken. En we gebruiken meestal liever fillers die niet hydrofiel zijn. Ja. En dat niet hydrofiel is niet vocht opnemend. Ja. Radiesse is daar het bekendste voorbeeld van. Maar we hebben ook nog een nieuw middel en dat is Algenesse om dat te gebruiken. Je kunt er ook nog soms met een hyaluronzuur, bijvoorbeeld Juvederm, Volumda gebruiken ook nog wel eens. Er ja. zijn nog andere heel veel mogelijkheden. Andere mogelijkheden. Maar fillers is hetgene waarmee je werkt. Oké, en wat kan iemand of wat kan ik verwachten moest ik die behandeling doen? Komt nog wel iets anders bij. Nog een ander ding wat je ook nog zou kunnen gebruiken. Dat zijn bijvoorbeeld de Silhouette Soft draden. Ja. Dat zijn draden waarmee je de huid wat strakker kan krijgen. En daarmee kan je ook weer het volume, wat soms wat gezakt is, kan je weer liften naar boven toe. Waardoor het ook weer beter uitkomt. Ja, oké. Okay. Ja. Het is duidelijk voor mij hoor. Het is, ja. Zullen we nog wat over het resultaat? Graag, ja. Vertel maar. Nou, effecten van hoe lang dat aanhoudt is bij een filler altijd rond 1,5 jaar. En met Silhouette zelf ongeveer 2 jaar. Ja, en het resultaat wat je echt ziet is dus gewoon die jukbeenderen die of gelift zijn of prominenter in beeld prominenter zijn. Prominenter in beeld zijn, ja. Oké, okay, duidelijk. Nou, daar gaan we dan. Ik ga hem samenvatten. Wil je iets laten doen aan je jukbeenderen, dan is het met name of een lift. Dat kan met softdraden. Heet dat soft? Silhouette soft. Silhouette soft. Of je kan ook een filler gebruiken, zodat die jukbeenderen toch echt prominenter in beeld zijn. En dan ben je net zo mooi als al die, ben je nu al, maar als al die Instagram meisjes die de make-up op hebben gedaan. Toch? Nou ja, dat proberen we. Ja, ik vind het altijd lastig om dat zo te zeggen. Ja. Nou, duidelijk. Okay.